Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ro en ik zijn lekker aan het ontbijten in de pijp. Want wij gaan vandaag even behang uitzoeken voor op het toilet. We hadden al een behang op het oog, maar ik wilde dat heel graag toch in real life zien. En wie weet zien we nog een andere mooiere. Dus we wilden even naar de Ru op de Van Bouwstraat. Dus daar zijn we nu. We zijn er tegenover, want we gaan eerst even lekker ontbijten. En dan rijden we daarna door naar de Praxis om van die lijsten te kopen. Want we willen een lambrisering maken in het toilet. De aannemer heeft nu al hout geïnstalleerd. En het is super mooi een houten lambrisering eigenlijk al gemaakt. Alleen die lijsten moeten dus nog worden gelijmd. En dat gaan wij zelf doen. Maar we gaan het dus ook zelf verven. Ja. Dat vind ik wel, Ik heb ook alle deuren geverfd in de bankkamer. Ja, nee, oké. Okay. Dus dat is geen uitdaging. Maar verven is natuurlijk wel kunst. Goed schilderen, maar ja, het is... Jij moet even bepalen. Ik zou het plafond in dezelfde kleur doen als de lambrisering. Nee, absoluut niet. Oh? Jij wilde veel. Ja, dat is toch gaaf? Oh, jawel, ja. Nee, ik moet even nadenken. Ja. En we wilden, het plan was eerst om het blauw te doen, omdat de badkamers blauwe wandtegels krijgen. En we over het algemeen best veel groen in huis hebben. Maar voor de wc dacht ik, vind ik groen toch wel echt heel erg mooi. Dus we gaan toch voor groen. En we willen de keuken ook op een gegeven moment veranderen. Dus dat groene gaat in de keuken, gaat weg. Dus dan is het alweer minder groen in huis. Zo denk ik weer van, oh ja, dan is de wc groen, vind ik al minder erg. Dus ik denk dat het heel mooi gaat worden, oh my god. Maar eerst even lekker eten. Yummy. Ik heb moon porridge. Nou, we zijn even allemaal boeken aan het kijken. Een hele lieve jongen die is ons aan het helpen. Ik vond deze heel vet. Maar we moeten nog maar even verder kijken. Nee. Waar is dat nou? Die ene. Is dat hier? Ik vond dit toch ook wel iets hebben, maar ik wil ook misschien iets donkerder. Ik kan die ene niet vinden meer. Zie jij iets leuks? Even out of the box. Nee. Nee. Maar ja, we staan open voor veel dingen. Kijk, we vonden dit dus heel vet. Ik vind deze een beetje spooky, een beetje grijzig. Dus die niet. Dat is namelijk deze. Maar dan vond ik deze wel tof. Deze houden we even in gedachten. Mooi. Deze is wat warmer. Dit is wat harder. Ja, dit wordt zeg maar de lambrisering. Een van deze, of tenminste zo'n kleur. Ik vind die denk ik mooier dan hoor. Ja? Ja, dit is wat warmer. Ik vind die ook wel heel mooi. Hier zit een beetje blauw in en hier zit bruin in. Ik denk dat dat het verschil is. Zeg tegen mij. Ik ben een man zonder kleurgevoel, heb ik gisteren gezegd. Ja, mannen zijn vaak kleurenblind. Wisten jullie dat? Echt niet. Oké. We zitten opeens in een hele andere vibe, maar het wordt wel deze vibe. Dit is zo mooi. Dit is dus van Morris & Co. En dat is dus echt Britser kan bijna niet. Nou ja, en Britten die zijn toch wel echt het beste hierin. We vonden deze dus helemaal te gek. Ja, dus het is, we zijn opeens weer even helemaal inspired weer. Dus het wordt nog een lastige keuze. We zijn geslaagd bij de Ru. Oh my god, we hebben zo een mooi behang uitgekozen. Wel echt best wel een andere vibe. Maar waanzinnig. In de vibe die ik jullie net liet zien. Bloemen en zo. Helemaal
Engels klassiek. Heel erg, ja. Engelser kan men niet. Dus echt, I love it. Iets meer uitgesprokener wat we in eerste instantie van plan waren. En we lopen dus nu even in de praxis om lijsten uit te kiezen. Dus dat gaan we nu even doen. Je kan het niet zo goed zien, maar ons lijkt dit dus mooi voor de bovenrand. Die is wat dikker en wat groter. En dan heb je hier, dit is de binnenlijst. Oh, dan moeten we even een andere pakken. Oh, zo, inderdaad. Er zit een hele hap uit. Die ziet er zo uit. Ja, ik denk dat dit wel een mooie combi is. We hebben te maken met Quality Control Vita. Ja, en ik ben heel streng. Nee, sommige, er zitten dan gewoon gaten in. Of van die, hoe noem je dit ook weer? Oog? Ja? Nee, dat heeft een naam bij een boom. Hoe heet dat ook weer? Dat ding. De onk. Onk. Wat is het ook alweer? Ja, toch zo'n raar woord is het. Nou, anyway. Ik kom er even niet op. Moet het weten. Maar... Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ja, toch? Ja. Ja, gewoon dan kan je ook aan die kringen kan je tellen hoe oud een boom is. Dat zijn de jaringen. Dit is van een tak. Is dit een... Ja, okay, ja, maar dat is hetzelfde idee. Ja. Had jij deze alweer teruggedaan? Ja. Die is ook niet goed. Wil je een knoest? Ja. Zie je? Onk. Kne, kne. Ik dacht, dat is iets met de KM. Maar dan andersom. Quality Control Vita. Nou, ze zit hoor. Nou, we zijn echt on a roll. En nu snel naar huis. Nou, wij zijn weer terug thuis. Ro is even op bed gaan liggen. Die was heel erg moe. Dus die is even aan een uiltje aan het knappen. En ik heb Louis net meegenomen naar de speeltuin. En super leuk, want het is dus een speeltuin waar iedereen zijn autootjes of speelgoed eigenlijk soort van dumpt. Ik moet ook wel zeggen dat 95% van die dingen kapot is. Dus dat is wel een beetje jammer. Gewoon alleen maar fietsjes zonder, weet ik veel, een wiel of een stuur doet het niet. Maar ja, het idee is wel heel erg leuk. En er is ook nog een hele grote zandbak met een soort van kasteeltje met zo'n loopbrug en een glijbaan. Dus, en dan ben ik zo blij dat hij nu natuurlijk gewoon kan lopen. En heel erg steady ook wel. Dus ja, hij kan er allemaal op en in. Dus dat is gewoon ook gewoon een stuk leuker voor hem. En voor mij eigenlijk. Dat je niet... Ja, als een kind nog kruipt, dan is een speeltuin... Ik vond dat heel lastig. Speeltuinen zijn toch meer gefocust op kindjes die natuurlijk ook kunnen lopen. Dus nou ja, dat scheelt. We gaan nog even langs de supermarkt, denk ik. Even wat dingetjes halen. En ja... Ik vind het een beetje een rare dag. Ik had het net erover met een vader in de speeltuin ook. Het is een beetje een gekke dag. Heijig. Het is ADE, dus ik zag net ook iemand voorbij lopen met soort knarsende kaken op slippers met sokken die volgens mij net een after uitliep. Nou, dat soort perikelen, weet je wel. En ondertussen wordt de marathonhekken worden opgezet. Dus het is allemaal heel, er gebeurt heel veel, laat ik het zo zeggen. Maar goed, we moeten ook maar even de tijd nog vinden om dat wc'tje in elkaar te zetten. Die lambrisering bedoel ik. Ja, zolang Louis wakker is, ja, kunnen wij natuurlijk niet heel erg gefocust dat gaan doen. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Ik geef jullie even een update van het toilet. Ro heeft echt ontzettend hard gewerkt. En heeft... al deze lijsten gezaagd en opgeplakt. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Het is gewoon bizar hoe meteen het de ruimte een soort van chic maakt. Dus ik kan ook echt niet wachten tot we dit gaan verven. En we hebben hier geen lijst gedaan, want hier komt het fonteintje en het meubel.
Dus het ziet er nu zo uit. En we hebben deze dan gewoon helemaal doorgetrokken naar deze. En dan kunnen we hier leuke dingetjes opzetten misschien. En ik ben zo obsessed van deze vloer. Echt, oh my god. Ik ben zo blij met de keuzes die ik heb gemaakt. En dan ook nog straks het behang. Nou, echt, ik kan niet wachten. Vanochtend stond Green Chef trouw weer bij ons op de stoep. Wordt elke maandag bij ons bezorgd. Dus ja, mega chill. En ze hebben allemaal nieuwe eiwitrijke recepten. Jullie weten dat ik me vooral altijd focus op de eiwitrijke recepten. Dus ze hebben weer allemaal nieuwe. En ze hebben dus nu iets nieuws erbij. En dat is Green Chef Markt. En dan kan je nog wat last minute essentials toevoegen. Dus ik heb uiteraard even een havermelkje erbij gedaan. Want ja, ik kom op de een of andere manier altijd tekort. Voor het weten is het alweer op. Zijn er mensen langs geweest? En dan, ja, hè? Ik dacht, het kan nooit kwaad, dus ik neem dat mee. En ik heb ook 2 rijpe avocado's erbij gedaan. Dat is natuurlijk ook altijd goed, altijd welkom. Rijpe avocado's, je kan er niet genoeg van hebben. Dus die had ik erbij toegevoegd. Dus ja, superleuke nieuwe functie. Wij gaan nu dit heerlijke gerecht maken. Heerlijk eiwitrijk, zoals jullie zien. En ja, zo'n stroganoff saus, daar kan je me voor wakker maken. Dus echt, I love it. En bij Green Chef hebben ze echt alleen maar premium ingrediënten. Dus super vers. Als je bijvoorbeeld een pasta hebt, dan is het ook altijd volkoren. Dus ja, de nadruk ligt echt op gezonde ingrediënten. Gezonde recepten die ook echt gewoon super lekker zijn. Wij hebben Green Chef nu echt al een jaar wekelijks. En we zijn er gewoon nog steeds niet op uitgekeken. Want ja, je hebt elke week zulke gevarieerde recepten. Dat we raken gewoon nooit verveeld. En het is gewoon altijd lekker. Het zijn altijd recepten waar je zelf ook niet op komt. En wat ik een hele grote plus vind, is dat ik zelf niet de boodschappen hoef te doen. Dus niet hoef te sjouwen. Want het wordt gewoon elke week bezorgd. Kijk die meid gaan. Snijden vind ik zo leuk. Ik moest helemaal stappen aan de kant doen zelfs. Ja. Weet je wat ik vroeger deed? Wat deed jij? Als wij champignons gingen eten, dan hadden wij altijd een bakje suiker. En dan dipte ik het zo rauw, hoe het nu is, zo in de suiker. Nou, daar heb ik heel goed nieuws voor je, want de werkmannen hebben hier een bakje suiker staan voor de koffie. Nou, de laatste. Ik ken deze combi helemaal niet. Nostalgie. Nou, lekker. Nou, heerlijk. Nou, ik moet even naar het vlees. Jo. Het begint al ergens op te lijken. Ik heb trouwens een hele leuke kortingscode. GQVITA95. En daarmee krijg je tot al €95 op je eerste 4 boxen. Dus ja, als je ook gezond wil koken, gezond wil eten, living the healthy lifestyle, you know. Ja, dan kan ik het zeker aanraden. En ja hoor, het is klaar. Ik had dit al stiekem een stukje vlees geproefd. Het is zo ongelooflijk lekker. Niet normaal. Goedemorgen. Nou, ik ben nu bij Joey thuis en bij Nick. En Louis is mee. En Louis blijft hier. Dus zij gaan even oppassen vandaag. Want ik heb straks een meeting met Elise. Die is ook weer in het land. En daarna gaan we 3 afleveringen opnemen van de podcast. Voor de podcast. Maar het is zo leuk. Want Louis die voelt zich al helemaal thuis hier. Oom en Nick. Hi. Wat doe je nou? Is het een nieuwe move? It's like an octopus. Oh, heerlijk. He is so flexible, huh? Ja, dat is hij echt altijd al geweest. Nou, dit is natuurlijk een soort kermis voor Louis. Ja. Al die dingetjes en die frutsels en... Het valt wel mee hoeveel je hebt weggedaan. Ja, nee, niet veel, because he can play with stuff, you know? Ja. It's also entertaining, I think, for him. Ja. To, like, look at things and... Alto!
Dus de trommel, hè? You think he'll come to the piano if he like... Like, is he interested alone? Schat. Kijk, die gaat heel laag. Oh, 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 oh. Oh. We hebben onze meeting gehad en we zijn weer herenigd. Ja, jij was lekker ingesloten. Ingesloten? Oh ja, ja. Met die auto. Ja, net waar we de meeting hadden. Stond een enorme bestelbus voor mijn auto, waardoor ik niet weg kon. Dus ik was ook bijna te laat voor de podcast. Maar ik heb het allemaal gered. En we hebben ons helemaal geïnstalleerd. Onze paarse gordijntjes hangen er weer. Mijn paarse roze bol op de achtergrond. We zijn er helemaal klaar voor. En we gaan er dus nu 3 opnemen. Maar ja, we hebben eigenlijk... Ook allemaal dingen, leuke dingen opgeschreven die we hebben meegemaakt. En ja, zodat we dat niet zouden vergeten als we hier weer zouden zitten. Dus we hebben ons wel goed voorbereid. Een goede voorbereiding is het halve werk, zeggen ze. Ja. Oh my god, wij hebben net 3 afleveringen opgenomen. Nou, het was echt wel goed te doen eigenlijk. En we hebben zo vaak de slappe lach gekregen. Ook echt tijdens de aflevering. Dus ja... De komende afleveringen zijn echt zo medig. Het is echt heerlijk. Heerlijk om weer samen in die studio te zitten. Echt fantastisch. Ja. Moet jij nu nog een aflevering? Of, nu, of ben je nu ook klaar? Gewoon, Moet jij nu? Terug naar kantoor. Oh ja. Oh. Nou, wij zijn weer lekker thuis. Ik heb Louis inmiddels opgehaald. Die heeft het fantastisch gehad bij de Gankels. Dat is helemaal goed gegaan en ja, zo blij. Hij heeft wel in het park de allerziekste poepexplosie gehad. Echt, dat gebeurt nooit. En dan uitgerekend bij Joey en ik. Nou, ik kwam niet meer bij. Overal doorgelekt, alles. Dus dat vond ik wel een beetje zielig, maar ja. Zij vonden het helemaal niet erg. En hij heeft mega goed geslapen bij hun. Wat ik ook heel fijn vond. Dus het is zeker voor herhaling vatbaar. En ik ben nu even een stampotje aan het opwarmen voor Louis. Oeh. En ik ben hier nu met eten. En we zitten eigenlijk te overleggen... Hoe wij Elise gaan noemen als tante E of tante Elise. Ja, want Wout is ome Wally. Dat vind ik wel, dat is wel een hele leukert. Hele leuke. Maar ja, wat ben jij, E? Ja. Ik ben tante Tita voor Coco, Wolf en Luca. Ro is ome Bobo voor Wolf, Luca en Coco. Maar ja, wie ben jij? Boe, tante Boe. Tante E. Maar toch? Ik vind het niet lekker. Tante. Nee, of ik ben... Jeetje, wat zie ik eruit. Dit is een haan, schat. En dit is de? Wat is dit? Boe. Boe. De koe. Doe wel even je deur. Lekker eten. Oh, lekker de mosselen. Ik heb de boneless ribs. En Elise, de vis van de dag. Alle 3 iets anders. Ja, lekker. Helemaal origineel.